Hoi Erik, de eerste wedstrijd als trainer van NAC. Wat vond je van? Ja goed, deze keer de eerste wedstrijd. Dus natuurlijk een moeilijke week gehad. In de zin van dat er een hoop gebeurd is. En we proberen alles bij elkaar te krijgen. En, we hebben een prima week gehad, prima getraind. Goed, dan kwam de eerste helft kwam dat niet helemaal uit, vond ik. Omdat we te langzaam van kant wisselden. Dan creëerden we heel weinig. Maar geven ook heel weinig weg. De tweede helft daarentegen. Creëren wel een aantal kansen die eigenlijk gewoon goals moeten zijn. Voor rust trouwens ook twee opgelegde kansen wat meer door fouten kwamen van Achilles. Maar ja, die moeten er wel in. Na rust laten we te veel kansen liggen. En dan kom je uiteindelijk nog in een probleem. Krijg je nog een penalty. Je trekt de penalty trouwens. Die dan ook eens een keer... Jelle pakt hem dan, maar ook wel een keer... voor Jelle ook lekker, voor het team lekker, voor de club lekker. Dus daar zijn we heel erg blij mee. Want je zegt natuurlijk al zelf, het was een hele moeilijke week. Dan is de overwinning natuurlijk mooi meegenomen. Het seizoen verloopt volgens nog een beetje chaotisch, is denk ik een understatement. Hoe ervaar jij het de afgelopen tijd? Nou ja, chaotisch is daar wel een juist woord in. Ja. We proberen er alles aan om als staf zijn, als club zijn, om een structuur in te krijgen in alles wat we doen. Dus dan pak je het ook heel breed hoor. Dan pak je het over dagelijks afspraken met de spelers. Maar ook een duidelijkheid van manier van voetballen, manier van verdedigen. Daar hebben we nog wat stapjes in te maken, vind ik, of vinden wij. Voordat je ook een hele stabiele ploeg kunt zijn die bovenin mee kunt draaien in de Jupiler League. Want er gaan nog te veel dingen niet goed. En dat moet gewoon beter. Want de wedstrijd tegen Achilles Vos vond ik althans symptomatisch voor het hele seizoen uit. Jullie hadden het weer heel moeilijk. Ja, maar we hebben het moeilijk omdat we denk ik ook voor rust die twee kansen niet maken. En na rust, ik denk dat we morgen gaan terug analyseren. Maar daar hebben we wel een aantal goede mogelijkheden gehad om de wedstrijd eerder te beslissen. En het scoreverloop van de wedstrijd is daar alles bepalend in. Maar wij moeten wel... sneller de bal rond laten gaan. We moeten eerder in creativiteit voorop. Dan moeten we meer mee gaan doen. Dat was vandaag, wat jij zegt, klopt. Te weinig. Je kiest voor Suk, terwijl je denk ik ook voor Brands had kunnen kiezen. Kan je dat uitleggen? Nou, we hebben vorige week en de week ervoor hebben ook in deze formatie gespeeld. Dus dat is het meest herkenbare voor de jongens. En daarom Suk. Nou ja, Suk maakt ook de goal. De aansluiter en de gelijkmaker. En daarin deed het ook prima. Maar goed, op een gegeven moment zijn we 3-4-3 gaan spelen met drie achterop. Vier middenvelders. Ja goed, en dan gaven Achilles wel wat meer problemen mee. Ja. En daarom Kevin gebracht. Want je geeft aan, je hebt de afgelopen week ook in deze formatie gespeeld. Daarom begin je weer met Suk. Je kan er niet omheen. Maaskant is natuurlijk ontslagen omdat de resultaten niet goed waren. Waarom kiest je niet voor een andere opstelling? Nou ja goed, de groep had gevraagd om duidelijkheid in spel, speelwijze en spelsysteem. En daar zijn we verder gegaan. En dat is eigenlijk de reden. En onder Maaskant... speelde Brands ook de laatste wedstrijden niet. Dus daar zijn we mee verder gegaan. Maar Kevin is wel iemand die in potentie gewoon goals kan maken. En hij had er vandaag ook zomaar twee binnen kunnen schieten. Ja, dat doet hij dan niet. Hij moet ook zichzelf daarin belonen. Ja, dan moet hij de trainers maar moeilijk maken om uiteindelijk weer een andere keuze te maken. Maar doet hij dat onvoldoende op dit moment? Nou ja, goed. Kevin heeft natuurlijk wel een aantal goals gemaakt. Prima wedstrijd gespeeld, heeft goals gemaakt. Maar ja, hij moet wel de goals maken daarin. Daar staat hij voor het veld en daar is hij voor gehaald bij NAC. En, kijk, we hebben natuurlijk ook een formatie waarin ook andere jongens spelen. Dus het is niet alleen om één positie. Je kijkt naar je linie of je kijkt naar je team. En daar kies je de beste spelers bij. Dan wat meer naar de toekomst. Je bent natuurlijk nu tijdelijk hoofdtrainer. Je wilt het niet blijven, neem ik aan. Nee, vorig jaar hebben we dat gedaan. Ook een goede afspraak over gemaakt. En toen is ook gezegd van het moment dat er gekozen moet worden voor de club. Omdat er een ervaren trainer bij moet komen, dan moeten we dat doen. En dat geldt nu weer. Ik bedoel, ik ben bij NAC en ik ben daar trainer en assistent trainer. En... schuine streep hoofdopleiding. En dat is meer dan genoeg. Dat lijkt me inderdaad meer dan genoeg. Vorig jaar was je erg voor de komst van Maaskant. Dat heeft, zoals we allemaal hebben kunnen constateren, niet goed uitgepakt. Heb je nu voorkeuren voor bepaalde mensen of een bepaald type trainer? Nou, we hebben wel met de club bij elkaar gezeten met de staf en met klankgroepen of bord daarbij. En de technische kant. Om in ieder geval een duidelijke profielschets op te maken. En goed, daar kun je een aantal namen aan koppelen. Goed, ik denk niet dat ik de persoon ben om hier nou namen te gaan noemen. Maar wat mijn voorkeur is, dat is niet belangrijk. Het moet passen bij de club, het moet passen bij de groep spelers die er is. En het moet passen binnen het profiel. En de profiel zijn misschien 6 onderdelen. Nou ja, goed, als je een trainer kunt vinden die op 4 onderdelen meer dan goed is, dan heb je een trainer, denk ik. Maar is het een moeilijke groep om mee te werken? Of denk je dat eigenlijk een nieuwe trainer het zo aan de praat moet kunnen krijgen? Nee, het is geen moeilijke groep. Het is wel een groep die heel veel duidelijkheid vraagt. En die nog niet zo ver is om zelf
heel concreet in het veld oplossingen te verzinnen. Dat moet echt gewoon bijna nog geregisseerd worden. Nou, dat is op een terrein als hier in Gilles is dat een stukje makkelijker als het NAC-stadion. Als er 14.000 man staan te gillen en staan te roepen. Dus ja, dat betekent ook op trainingen dat je heel consequent situaties stil moet leggen en uit moet leggen om ze dat te leren. Maar dat betekent ook, als ik zo naar je luister, dat het wel wat tijd gaat kosten voordat het echt gaat draaien. Ja, maar wedstrijden winnen, dat is sowieso doping. Dus deze wedstrijd neem je mee. En zeker het laatste hoe het dan afloopt, als een triller zijn en Jelle een bal pakt. Ja, dat is gewoon hartstikke lekker. Maar het is wel zo dat dat een team in een bepaald proces moet zitten, wil ze uiteindelijk overwinningen gaan. Ja, klopt. Top, dankjewel.